Yo, kijk van Game & Max, vandaag weer een nieuwe Mindtopia video, mensen. We zijn er eindelijk weer met Mindtopia. Het heeft een tijdje geduurd, ja, ik was een tijdje niet veel kon uploaden, ik was een tijdje ziek. En ik was een tijdje, ja, gewoon niet actief op Mindtopia. Dus ja, maar nu ben ik weer actief op Mindtopia en is zojuist een veiling geweest in Qtraxia, mensen. En ik heb daar een plot gekocht. En ik weet nou niet of het een goede of slechte set was, maar ja, we zien het wel. En ondertussen heb je een auto. Maar wat ik gekocht heb, is een plot van 3,1 miljoen euro, mensen. Het was een veiling en het gaat om dit plot. Kijk, hier Spanje. Hier Spanje. En dan is dit plot wat ik gekocht heb, mensen. Ik weet, het is fucking groot. Kijk, het staat ook op mijn naam. Het kostte mij 3,1 miljoen. Dit wordt trouwens nog weggehaald, mensen. Dus het hoort er niet bij. Dit is dus helemaal van mij. Nu kijk hoe groot. Nou, ik ga jullie even uitleggen hoezo er in de titel staat een project van 5 miljoen. Ja. Het gaat 5 miljoen kosten in totaal. Het plot heeft me 3,1 miljoen gekost. En ik heb een bouwaanvraag gedaan van 1,8 miljoen euro. Om hier een, op de onderste verdieping een kledingwinkel te maken. Dus een hele mooie ruime kledingwinkel komt hierin. Met genoeg kassa's, genoeg kleding, armor stands. En dan denk je, ja, ik heb ook 40 hoog aangevraagd, maar waarvoor zou dat zijn? Nou, hier komt waarschijnlijk een ingangetje met een trappetje omhoog. Er komt een advocatenkantoor boven. Dus we hebben vanaf nu ook Max Advocaten. Dat, dat ga ik hier aan maken. Dus ja, Max Advocaten komt hier boven. Onder komt een kledingwinkel. En daarboven komt Max Advocaten dus. Wat ik hier nog meer moet gaan maken. Ja, ik wou eigenlijk dit plotje ook kopen om hier zo'n bierwinkeltje te maken. Maar ja, dat... ik bood, maar ze hadden het dus niet in de chat gezien. Ja, echt pauper, maar ja. Boeien trouwens, ik heb vanaf nu ook Oceaan in mijn shopje in Gradle te kopen. Er komt ook een update in Gradle, maar de winkel ligt er nog steeds goed door. Dus die blijft gewoon open. Dit is gewoon een extra vestiging. Maar het gaat eigenlijk om de advocaten die er boven staan. Ook al ga ik het geld nooit terugverdienen. Maar dat boeit eigenlijk niet, want ja, ik wil gewoon wat groots neerzetten. En ik weet dat Qtraxia waarschijnlijk ook gaat updaten. Dat de portals hier misschien weggaan, nou ja, dan ben ik een knight. En dan, ja, boeit, dan heb ik even goed een mooi gebouwtje staan. Dus ja, wat boeit het. Dan komen mensen toch altijd naar je toe als ze vaste klant zijn, dus ja. Nou, dit is dus eigenlijk de update, mensen. Er gaat eigenlijk nog rond de 2 miljoen af. Ja, 1,8. Voor dat gebouw dat hier gaat komen. Ik heb de bouwaanvraag zojuist gedaan, plotters. Uurtje geleden gekocht door mij. Ik zal het nog een keer laten zien. Het staat op mijn naam. Nou ja. Mensen vroegen, kan je eens wat weggeven op Mindtopia? Ja, dadelijk heb ik nog maar 5 miljoen euro. Mensen denken, dat is echt veel. Maar voor mij is dat dan weer heel weinig als ik eerst 11 miljoen euro had. Maar ik heb het Oceaan ingekocht. Dat kostte weer 1,2 miljoen. Dus ja, dat kan ik kopen heel mooi. Nou ja, daardoor is mijn geld zo laag eigenlijk. Nou ja. Mensen vroegen, kan je het weggeven? Ja, dat ga ik doen. Maar... dan wil ik, wat zullen we doen? Ik ga het doen bij een aantal likes op deze video. Kijken of we de 30 likes kunnen halen. Zodra de 30 likes zijn gehaald, dan komt de giveaway online. Ja, online komt die, ja, dan gaat die online komen. Dan gaat die komen, zo zeg. Dus bij de 30 likes ga ik een giveaway doen. Dat zal een pand worden. Gewoon een pand, waarom niet gewoon een pand, gaan we gewoon weggeven. Dus willen jullie een pand winnen, dan liken deze video en natuurlijk abonneren. En binnenkort een mega giveaway als ik misschien weer wat verdiend heb. Dus binnenkort nieuwe giveaways. Abonneren, liken. Dan bedank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!